Leuk dat je kijkt naar deze video. En nu gaan wij het laatste onderdeel doen, namelijk... de echografie. En ik heb bij me... Franklin Leslie, een paar literaarborst. We gaan beginnen. Dus het gaat eigenlijk om... wat we willen zien is eigenlijk inwendig van het bekken. Maar we gaan zo meteen naar binnen en dan gaan we kijken naar het bekken. Vooral naar het ziegevricht en het limbus sacraalgevricht. En dat kun je niet van de buitenkant zien. Dus dat, daarom moeten we eventjes even naar binnen. En dan kijken we wat daar te zien is. Nu kijken we dus naar de onderkant van de wervels. En dan zien we hier eigenlijk de overgang tussen het heiligbeen en de laatste lendenwervel. En dan kunnen we precies tussenin kijken. Dan zien we de tussenwervelschijf. We zien het zenuwkanaal daar. Dat ziet er gewoon netjes uit. Een beetje naar voren toe. En dan krijgen we hier de overgang tussen de wervels. Tussen de vijfde en zesde lendenwervel. Nog ietsje naar voren toe. Even kijken. Oh ja, dat vind ik niet meer zo leuk. Dan zien we de aorta. Dus het bloed zie je daar kolken. Ook gewoon uit. Oké. Dan gaan we vanaf hier deze overgang. Ja, dan gaan we opzij. Dan krijgen we hier het gewrichtje tussen de dwarsuitsteeksels. Dit is aan de linkerkant. Ja. Dan gaan we nog een keertje opzij. Dan krijgen we hier de zenuw, die komt hier uit het bot. Dus die witte vlek. Iets naar achteren toe, hoor. Dan komt de volgende zenuw eruit. Dan gaan we opzij en komen hier bij het ziegevricht. Dat ziet er keurig uit. En we zien daar de plaat van het heiligbeen en de plaat van het bekken. Keurig. Oké. Okay. Dan gaan we precies hetzelfde doen, maar dan aan de rechterkant. Dus hebben we hier weer het gewrichtje tussen de dwarsuitsteeksels. Dat zwarte lijntje. Oké. Okay. Dan nog hier opzij. De zenuw die eruit komt. Iets naar achteren toe. Dan doe je de volgende zenuw die eruit komt. En dan kan ik mijn arm eventjes draaien. En dan hebben we hier de andere kant als ziegevricht. Oké, okay. Maak even split screen. En waar maak je dat? Dan kun je vergelijken links en rechts. Okay. Het ziet er wel anders uit, of lijkt dat maar zo? Ja, dat is ietsje. Oké. Okay. Nee, op zich is het hetzelfde. Ja, wat je ziet, hier bloedvat. Die maakt dat je het mooi kan zien. Dan hebben we hier het heiligbeen, hier hebben we het bekken en dit is het ziegevricht. Dus heiligbeen, ziegevricht, bekken. Dan kijken we naar de zwelling, zien we daar extra botvorming op, maar dit ziet er allemaal redelijk rustig uit. Het fijnste wat het nu met de apparaat, een nieuw apparaat, is de eerste, is een Omega van SNOT. En eigenlijk de eerste waarmee we deze kwaliteit van beelden kunnen krijgen met een mobiel apparaat, waarbij we dus inderdaad goede bekkenscans kunnen maken op locatie. Ik ben er erg blij mee. Dit was de echo. Echografisch gedeelte? Ja. Precies. We hebben geen bemerkingen van ik zeg, nou ja, dat geeft een duidelijk verhoogd risico voor de pony. Dus eigenlijk wat we net gezien hebben met de spanning bij het aangaloperen. In combinatie met het voelen voor en na de beweging. En wat we zo wilden, denk ik niet dat daar een verhoogd risico aan krijgt. Voor mij is het acceptabel en past het nog gewoon bij een jonge pony die nog veel moet leren. Ja, helemaal goed. Dit was het stukje over de echografie. Wil je de hele keuring zien? Hebben we daar een afspeellijst van die je helemaal kunt doorlopen? En wordt er veel meer in detail alles uitgelegd? Heel graag zie ik je bij een volgende video. En bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Doei! Tot ziens.